Ex-president en ex-legerleider Desi Bouterse zegt rustig af te wachten hoe zijn zaak, die vandaag in hoger beroep begon, zich verder gaat ontwikkelen. Bouterse, die hoofdverdachte is van de 8 decembermoorden in 1982, hoorde eerder 20 jaar celstraf tegen zich eisen. Vooral het oproepen van getuigen voor verhoor in de rechtszaal is van belang voor Bouterse. Deze mensen zullen belangrijke zaken, die moeten worden verteld, uit de doeken doen. Nou, de getuigenverhoren die hebben zaken vastgelegd en die zijn, welke zijn opgenomen. Wij zullen ze boven water halen en naast elkaar leggen. Heeft u contact met de getuigen die uw advocaat wil oproepen? Nee. Op weg naar de situatie nu en op weg naar de verkiezingen, hoe past dit alles voor u erin? Het is part of the job. We zien wel hoe het uitpakt. Is het onderdeel van uw schaakspel? Nee, als ik dat zou zeggen, zou dat natuurlijk te bruin gebakken zijn. Advocaat van Bouterse, Erwin Kanhai, zegt dat het belangrijk is dat de getuigen in de zaak worden gehoord bij de komende zittingen. Vooral Harvey Narendorp, die in 1982 minister van Buitenlandse Zaken was, is voor hem van eminent belang in de beoordeling van de zaak. Er is gekeken waarom de mensen in beroep zijn gegaan. En er is verder bepaald wat het vervolg zal zijn en welke getuigen we hebben. Dat is bepaald en de getuigen die gaan 17 augustus gehoord worden. Hoe groot is de kans van slagen, de kans op succes? Kijk, die kans moet je inschatten om door te redeneren in welke mate kan het Openbaar Ministerie voorbedachte raden bewijzen. Als voorbedachte raden niet wordt bewezen, niet bewezen, en ik, zoals ik dat proces ken, ik volg het al nu al 20 jaar, voorbedachte raad is in het vonnis in eerste aanleg afgeleid van het woord draaiboek die door meneer Bouterse in zijn verhoor bij de rechtercommissaris is gegeven. Maar daarna is er geen ondersteuning meer gekregen voor dat woord draaiboek. Ik bedoel, als je huis gaat verven, maak je ook een draaiboek. Kanhai merkt verder op dat verdachten al 20 jaar worden gecriminaliseerd voor iets dat niet is bewezen. De jurist zegt dat de arrestatie van de 15 mensen die in het Fort Zeelandia zijn vermoord legitiem was in die tijd, omdat je als leiding van het land personen die een staatsgevaar vormen moet oppakken. Hoe deze mensen zijn overleden is volgens hem niet onderzocht. Wat er precies is gebeurd na de arrestatie moet volgens Kanhai uit de doeken worden gedaan.